Nou, ik ben Marlijn Remmig en ik ben 14 jaar en ik doe mee aan het 48 Hour Rotterdam als regisseur. Ik heb best vaak al meegedaan als acteur. Ik denk wel sowieso wel 20 keer. Ik heb ook al meegedaan als in het syndicate. Alleen toen had ik nog geen niet echt professionele crew en niet echt, nog geen echt oudere mensen. Alleen maar kinderen in mijn team. Dus dat wordt nu wel echt voor het eerst. Ik ben Esmee, ik ben 21 jaar. Ik doe mee in Team Tortellini als productie en continuïteit. Ik heb er super veel zin in. Het is altijd heel erg leuk om met een team ergens aan te werken en al helemaal onder tijdsdruk. En het is het tofste als je uiteindelijk het gewoon af hebt gekregen en iets moois hebt gemaakt. Dus. Dames en heren, fantastisch dat jullie hier allemaal in zulke grote getalen aanwezig zijn bij het spannende moment, de aftrap van het 48 Hour Film Project Rotterdam. 2017, alweer de 6e editie. Hebben jullie er zin in? Ja! 7,5 hoor ik van Jasper. We hebben net het genre getrokken. Tortellini. Vorig jaar in de top 5 geëindigd. Road movie of mystery. Wel blij mee. Road movie of mystery. Oké, tof. Ja, tof? Ja, ik vind het altijd heel tof. Ja, ik denk ook wel dat we er wat mee kunnen. Ja. En we hebben ook de vaste ingrediënten gehad. Heb jij die daar op dat blaadje? Oh ja. Even kijken. Het personage is Rens of Renske Huizen, een werkloze. Het voorwerp is een spons. De zin is, ik hoop dat je gelukkig wordt. Cool. Ja, toch? Ik vind het, ze zijn heel goed toepasbaar. Ja. Dus, nou goed, wij gaan onze spullen pakken en dan komen we naar kantoor. Ja, cool. Zie jullie straks. Leuk. Alright, succes met draaien. Doei doei. Thanks, doei. Doeg. Ja, ik zie iedereen doodsbang kijken. Ja, doe het maar gewoon. Ja. Time travel or sportsfilm? Ja. Gewoon sprakeloos weglopen. Heel veel succes. Nou, het genre wat ik dus heb is time travel en de andere... Weet ik niet eens meer, want die gaan we helemaal niet gebruiken. Dat was zo ontoepasselijk. Dat was... Dus we hebben time travel en we hebben nu een heel goed idee al. Het script schrijven gaat een beetje telefonisch. En ik heb ze net alles doorgegeven. Dus nu komt het script. Ja, kick-off is altijd wel leuk, omdat iedereen dan heel zenuwachtig is. Want iedereen wil natuurlijk weten wat voor ingrediënten ze gaan krijgen. Dus dat is altijd leuk, want dan gaat die zaal, daar voel je gewoon de spanning in hangen. Dus wij vinden het altijd een heel leuk moment van het festival. En iedereen is nu lekker op pad, dus dan kunnen wij even een beetje rustig aan doen. Nou, iedereen weet nu wat de verplichte ingrediënten zijn. De teams gaan nu allemaal schrijven om een film te maken natuurlijk. En dan meestal gaan ze de volgende dag op zaterdag filmen. En dan natuurlijk monteren, nabewerken, kleurcorrectie. En dan zondagavond om 19:30 moeten ze hier terug zijn om hun film in te leveren. En te laat is te laat, dan doe je niet mee aan de wedstrijd. Voor ons is de planning vanavond als volgt. We gaan het script afschrijven. Dan gaan we uit het script een shotlist destilleren. Dus even kijken van hoe gaan we dit schieten. En op de locaties die wij van tevoren geregeld hebben. Een andere locatie waar we morgen eigenlijk gedurende de dag, heel de dag draaien. Die wordt op dit moment opgebouwd en omgetoverd tot een locatie zoals wij hem willen hebben. En s'avonds gaan we nog op een andere buitenlocatie draaien. En ja, dat is eigenlijk, moet dat de buitenkant voorstellen van de bar waar we morgen overdag draaien. Morgen heel vroeg op en weer keihard werken. Ja.
aan het begin, toen we het script hadden gekregen, dachten we dat het veel te, een stuk te lang was. Dus toen hebben we eigenlijk het script gepakt en overnieuw geschreven, alleen dan een veel kortere versie. Nu zijn we het toch wel een beetje allemaal wel over eens dat we toch het oude script helemaal moeten gaan gebruiken. En een paar scènes uit moeten schrappen. Dus dat is nu even nog snel op het laatste moment haasten. En het volgende is dan wel planning. Wat ja. gaan we wanneer ja, doen? Ja, dat heb ik net ook al. Ik wil eigenlijk echt pen en papier hebben. Of zo. Als dat kan. Ja. Oké. Okay. Marlijn liet hem toch even lezen. En die zei van, is dit niet, is dit te lang of niet? En toen heb ik eigenlijk gekeken. En ja, kon er gelijk al twee scènes uit. Oké. Okay. Dus volgens mij, ik kan dat prima. Oké. Okay. Is er nog iets wat beter leert voor de ja. Die is altijd een beetje. Nou, ik heb alleen even die kriebel. Ik heb dat heel erg gezellig. Ja? We gaan een kill the bitch. Oh nee, wacht, ik ben een onnozel. Haha, hoi. We zullen nu vast gewoon opbouwen waar we het willen hebben. Waar ga je ja. opbouwen? Geluid. Geluid lood. Camera. Sleet 1, de eerste. Camera lood. Actie! Nou ja, tot nu toe hebben we 1 scène opgenomen. Het is nu volgens mij kwart over 11. Ja, dus we hebben dat opgenomen. We wachten nu totdat de auto is gearriveerd die we gebruiken in de film. De oldtimer. Dus daar zijn we nu op aan het wachten. En dan gaan we een autorijscène doen. Het gaat tot nu toe wel goed. We lopen wel achter op schema. Maar dat komt omdat we gewoon een beetje met opstarten moesten we heel veel doen. Allemaal een beetje probleempjes en zo. Dus, maar nu gaat het goed. We hebben net een, denk half uurtje misschien, echt gewacht. Ik denk een half uurtje hebben we gewacht. Nu is de auto gearriveerd. Dus nu kunnen we de autoscène gaan echt opnemen. Ja, we gaan ons nu opnemen tot 9 uur 's avonds alle buitenshots. Dan, als we echt te veel hebben achtergelopen en we moeten nog scènes opnemen, kunnen we die binnen nog opnemen. En dan gaan we naar de editor, gaan we editen totdat we het filmpje moeten inleveren. En dan, dan is het gelukt. En even 2 minuten opnemen en Jeanette die stil speelt. Wil je dat ik hem dan wel hier doe, zodat zij iets meer deze kant kijkt? Sorry? Dat ik hem hier doe? Oh nee, je hoeft het niet meer. Nee, is dan nog ja. Een knap. Mag ik... Je mag hem hier ook kijken, hoor. Jeanette, zeg maar wel, ja. Nee, je hebt het niet meer. Het gaat goed. Ten allereerste, het gaat goed. We zijn denk ik op zo'n 60% van ons script. We hebben bijna alle scènes hier binnen wel geschoten, zeg ik dat goed. Daarvan zitten we op zo'n 80-90%. Ik ga niet vertellen waar het verhaal over gaat en dat soort zaken, want dan moet je gewoon de film zien natuurlijk. Ja, zo zitten en zo klik je een beetje op met het grijs en zo.
Daar maken we dadelijk een shotje, maar wacht er maar heel even mee. Hebben wij die GoPro? Ja, kan je met daar kan je die voor je pakken. Met een dingetje dat je een beetje kan kanten. Ja, ik heb alleen dus dit pivotje. Ja, ik denk het wel, ik denk dat deze precies past. Laat eens even zien, Rien, want dan kan ik een beetje kijken wat ik moet doen. Ja, we gaan het sowieso halen, hoop ik. We draaien tot vanavond 1:12. Dan ga ik naar de editor toe, maar die is met de eerste beelden van vandaag en gisteravond al aan de slag gegaan. En dan gaan we het zien, gaan kijken hoe ver hij is en hoe ver we komen vannacht. Ik denk wel dat we een paar uurtjes gaan slapen. Vannacht hadden we er 3. Dan gaan we morgen heel vroeg weer verder en dan 7 uur de film inleveren. Ja, het proces is nu dat ik nu alvast aan het monteren ben met de beelden die zijn geschoten. Het team is nu nog bezig met het schieten van, denk ik, nog 50% van de film. En ik ben nu eigenlijk alvast bezig met de scènes die we hebben in kaart zetten. Kijken hoe de flow wordt, hoe de muziek werkt met de film. En misschien nog een beetje testen hoe de kleuren uiteindelijk eruit komen te zien. Op set voelen de 5 best goed aan. Iedereen kende hun taak, iedereen werkte goed samen. Ik vond het best wel georganiseerd. Rien wist goed wat hij wilde, welke shots hij wilde. De cameraman ook. En ik denk dat het wel goed kon gaan. Bezig met een groen doek over een heel saai houten paneel spannen. En dat doen we omdat we dadelijk een shot hebben waarbij de auto voor de camera langs rijdt. En waar we eigenlijk door ook de autoruiten heen de entree van onze bar moeten zien. En dan zetten we daar een nep neonbord neer. Met de naam van de bar, waarin onze film zich grotendeels afspeelt. Zo. En ik heb nog wel even wat puntjes te gaan. Dus ga ik even verder proberen. Het was best zwaar, want we begonnen natuurlijk om 7 uur 's ochtends en zijn we volgens mij na 12 zijn we nu geëindigd. Ja. Maar ja, we moeten natuurlijk echt even gaan beginnen, dat is de edit. Maar ja, het was wel een hele leuke dag. We hebben echt hele, hele mooie dingen hebben we gemaakt, denk ik. En we hebben een fantastische crew. Uitdagingen zat, maar tegenslagen eigenlijk heel weinig. Ik weet niet hoe u dat waarom, maar alles liep aardig volgens plan, volgens schema zelfs. Dat ook wel heel fijn. Ja, een beetje makkelijker gevoel. Plakkerige vloer. Ja. Goed, dat was ook een vieze bar. Ja. Nee, dat was echt een top. Eigenlijk zijn we heel erg blij met de locaties die we gehad hebben, hoe we er ontvangen zijn, hoe we geholpen zijn.
En dat heeft er ook wel mee aan bijgedragen in ieder geval. De planning nu, dit is eigenlijk onze derde locatie, de laatste locatie. En het is ergens midden in het verhaal, of aan de voorkant van het verhaal. We zijn eigenlijk net gerapt qua draaien, dus we gaan nu naar de editor het laatste materiaal brengen. En dan gaan we even kijken of hij daar nog mee aan de slag wil. En misschien nog even een paar uurtjes editen. Onze acteur die was als laatst uit het plekje gekomen, uit de holding. Ja, en die had de sleutel van de holding mee naar huis genomen. Waar naartoe? In Almere! Yay! Dus nu zijn ze die aan het ophalen, ze zijn elkaar tegemoet aan het rijden. En dan weer allemaal lekker trappen s'nachts. Hoe laat is het nu? Kwart over twee. Oh, wow. We zijn nu bij me thuis. Daar zijn we aan het editen. We zijn al zo net, nog niet begonnen, we zijn een beetje aan het opbouwen. We zijn net aangekomen. Ik denk dat we 1 uur klaar waren s'nachts. En nu is het 2:30. Dus nu zijn we aan het editen. Ik denk dat het allemaal wel op tijd af gaat zijn, want de raw montage, daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Want we hebben gewoon kunnen afgeven. Dus het gaat wel goed komen. Dat heb ik wel vertrouwen in. Staat het clubje er al en we komen gewoon langs. En bij de laatste twee gooit het rondom en moet hij er overheen. We zijn bij Lantaarn Venster en dit is het moment waarop alle films ingeleverd gaan worden bij de wedstrijdleiding. Het is een beetje rumoerig binnen, want er is tegelijkertijd een Latijns-Amerikaans dansfestival in Lantaarn Venster. Dus het is een beetje improviseren, maar straks passen er ook nog wel 200 filmmakers bij, denk ik. Die gaan allemaal hun film inleveren en hopelijk doen ze dat voor 7:30, dan zijn ze op tijd. Juist onze film ingeleverd bij Lantaarn Venster, 48 Hour Rotterdam 2017. En dat was spannend. Stel je voor dat je hem niet inlevert, we hebben iets van 30, 35 mensen die hartstikke hard in die film hebben gewerkt. Ja, dat zou echt zo shit zijn. Dus wat dat betreft ben ik heel blij. En nu even kijken hoe de film eigenlijk is. Ik heb er zelf nog niet echt een mening over, aangezien die echt net af is. Vorig jaar was super hectisch, want toen begonnen we pas op zaterdagnacht met draaien. Dat gingen we dit jaar niet herhalen. We dachten, daar hebben we wat meer tijd over. Maar uiteindelijk, joh, je bent gewoon al die uren die in dat weekend bestaan, ben je bezig met die film. En het maakt uiteindelijk niet uit wanneer je begint, want je bent er alleen maar mee bezig. En dat is ook de bedoeling, maar dat is wel hectisch. Ja, spannend. Ik had het niet verwacht dat hij zo mooi zou worden. Het is echt super, super mooi geworden. Ik vond het heel leuk. Ik heb er heel veel van geleerd. En ook niet alleen van regie heb ik geleerd, ik heb van edit geleerd. Want ik heb al die stappen kunnen meemaken. En dat is mijn ervaring nu. Want ik vind alles wat ik heb gezien vandaag en gisteren, ik vind alles wel erg leuk. Ja, die sfeer wil je niet missen. Al die mensen en al die teams, het is allemaal supergezellig. En het films maken, weet je wel. Dat is toch wat de mensen hier allemaal willen doen. Wij ook. We'll be right back.
dames en heren, de winnaar is Berenprut Producties. Dames en heren, Marlijn Rennig, 14 jaar oud, regisseur van Berenprut. Is die vet? Ja. Marlijn, ik ga het je moeilijk maken. Er staat daar namelijk een microfoon. En Jasper, die zit al met zijn hand bij de knop. Je krijgt namelijk exact 48 seconden de tijd om een bedankwoord uit te spreken. Iedereen van de hele crew bedankt. Het was hartstikke leuk met z'n allen. En ja, was heel leuk. Klaar. Ja, bij deze film ging het om de gewaagde kaders en de ongeraffineerde cameravoering. Het kleurgebruik en de typische belichting die hebben ervoor gezorgd dat we geraakt waren tijdens het kijken van deze film. Een hele mooie interpretatie van dit klassieke Amerikaanse genre. Ik vind het heel tof om de prijs voor de beste cinematografie te mogen uitreiken aan The Far Reach. The Far Reach! Rien, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, dankjewel. Dat is de award. Ja. En je mag speechen, 48 seconden lang. Edwin is een hele ervaren cameraman en ik denk dat heel veel mensen hem heel vaak onderschatten. Maar het is een geweldige vent en kan gewoon hele toffe dingen maken. En is super gemotiveerd en ik vind hem een van de tofste mensen in Rotterdam. Dus hij heeft hem gewoon verdiend, klaar uit. Ja. Dames en heren, Team Tortellini.